De lustrum-editie van de United Caribbean Business Fair, UCBF, is gistermiddag officieel gestart. Minister Gilmore Hoefdraad van Financiën was de keynote spreker. De bewindsman haalde aan dat Suriname haar economie niet kan diversificeren als de niet-traditionele sectoren niet voorzien worden van een concurrerende of marktconforme omgevingscultuur. And only diversification will eliminate the problems stemming from the extractive industries, like the commodity price shocks, of which Suriname has seen many, many in the course of its history. Lessening the impact of these shocks will provide an additional stabilization element to the national economy. Stability and a long planning horizon are necessary requirements for investors to move to Suriname. De financiële minister hield zijn gehoor verder voor dat zijn ministerie er hard aan werkt om een stabiele economische omgeving te behouden. Dit zal investeerders namelijk in staat stellen om op lange termijn te plannen, zei Hoefdraad. We are doing our utmost to render Suriname attractive for national and international investors. Just as Suriname is moving to remove the barriers of entry and the barriers to business making in Suriname also. The diversification that we are looking for requires, at the minimum, leveling the playing field for non-mining enterprises. Examples of that are the reduction of red tape, streamlining of legal processes, minimization of steps that investors face when they want to establish themselves in Suriname. Aldus financiële minister Gilmore Hoefdraad gistermiddag bij de officiële opening van de United Caribbean Business Fair 2018. Meer dan 100 lokale en buitenlandse bedrijven en organisaties doen mee aan deze beurs. Van de 21 landen die interesse hadden getoond, doen er uiteindelijk 7 mee. Het thema dit jaar is connectivity. Bedrijven, organisaties, particulieren en overheid moeten dichter bij elkaar komen om samen een top investeringsklimaat te creëren.